we doen vandaag? Ik zal eens kijken op onze daglijn. Joepie! We mogen weer spelen met de Bebot. Begin van het schooljaar oefenen we de kaartjes van de daglijn. De Bebot helpt ons om speelderwijs de pictogrammen in te oefenen. Oh ja, mag ik jullie Bebot voorstellen? Bebot is een bijtje dat geprogrammeerd kan worden. Hij verplaatst zich bij elke stap 15 centimeter. Dit kan je Bebot allemaal leren. Met het kruisje wis je zijn geheugen. Het pijltje vooruit laat Bebot 1 stap vooruit rijden. Het pijltje achteruit laat Bebot 1 stap achteruit rijden. Met het pijltje naar links draait hij 90 graden links om. En het pijltje rechts doet hetzelfde, maar dan rechtsom. Met de pauzeknop laat je hem enkel tellen pauzeren. Go! En Bebot rijdt. Dit zijn alle stappen die je Bebot kan leren. In onze klas hebben we een letterboom. Daarin hangt de letter van de week, samen met enkele woordkaartjes met deze beginletter. Nu leren we de V. De V van vaas. De V van vuur. De V van voet. Onze meester maakte de letterboom ook voor de Bebot. Nu kunnen we ook zo deze lettertjes leren. Leuk, hè? Vroom, vroom. En de letter V van verkeer. Voor stap leren we Bebot programmeren. Dit doen we aan de hand van een stappenkaart. We lezen de stappen van links naar rechts. Zo zijn we ook bezig met de leesrichting. De oefeningen worden steeds moeilijker. Zo leren we uiteindelijk de Bebot zelf programmeren. Komt er een extra voorwaarde bij. Dan moeten we de Bebot laten rijden, maar zonder over een bepaalde tegel te rijden. Hier zien we dit in een stratenparcours. Zo kunnen we met de Bebot aan de slag op maat van het leervermogen. Weer een meerwaarde binnen ons hoekenwerk. Thank you.
omgetoverd worden naar een bibotmat. In de herfst kan je zoekopdrachten koppelen aan een zoekplaat van de boomgaard. Opnieuw kan je op maat aan de slag, stap voor stap ingeven van de commando's of de stappen zelf laten bedenken. Bibot komen jonge kinderen tot programmeren. Ze leren vooruitdenken, maar heel belangrijk, volledig in hun leefwereld. Super toch? Zo'n Bibot in de klas.